Het gebeurt regelmatig dat een oudere persoon valt. Gelukkig is hulp in dit geval dichtbij, maar voorkomen is beter dan genezen. Als zorgverlener speel je een belangrijke rol bij het signaleren en verkleinen van valrisico's. Een val kan door verschillende factoren worden veroorzaakt, zoals bij deze mevrouw. De woning staat vol meubilair, haar zicht is beperkt, ze gebruikt de verkeerde hulpmiddelen en slikt meerdere medicijnen, waardoor ze minder snel reageert. Ook heeft ze, net als veel ouderen, een tekort aan vitamine D, wat juist goed is voor de balans, spieren en botten. En ze beweegt minder vanwege angst om te vallen. Vaak is het een combinatie van deze factoren waardoor iemand valt. Als zorgverlener kun jij helpen om een val te voorkomen. Ga samen met de cliënt na wat er is gebeurd en bespreek wat de cliënt kan doen om dit te voorkomen. Kijk altijd naar wat het beste bij de cliënt past. Meer bewegen is heel belangrijk. Een dagelijkse wandeling met het juiste hulpmiddel kan al helpen. Of schakel andere experts in. De huisarts kan misschien de medicijnen veranderen. Of de fysiotherapeut kan helpen met evenwichtsoefeningen. Drie grote misverstanden zijn: vallen hoort nu eenmaal bij het ouder worden. Dat is onjuist. Veel valincidenten zijn te voorkomen. Of er wordt aangenomen dat een cliënt zomaar uit het niets is gevallen. Dat klopt niet. Als zorgverlener kun je signaleren dat een cliënt slecht loopt of eerder is gevallen. Ook wordt er gezegd dat ouderen beter kunnen blijven zitten. Ook dat is onjuist. Minder bewegen verhoogt juist het risico op vallen. Moedig daarom cliënten aan om zoveel mogelijk actief te blijven, zowel binnen als buiten. En pas deze tips toe om valpartijen te voorkomen.